Hoi, mijn naam is Amber en ik heb diabetes type 1. Wat is diabetes eigenlijk? Ja, diabetes is ingewikkeld. Soms weten we zelf niet eens precies hoe het werkt. Basically, hoe het begon. Mijn immuunsysteem is dom. Het liep op een dag langs mijn Alvleesklier, zag mijn beta-cellen aan het werk en dacht. Verdacht. Dus zijn er momenteel twee theorieën. De ene is dat alle beta-cellen zijn vernietigd. De andere is dat ze zich anders voordoen en daarom geen insuline meer maken. Welk van de twee het ook is, ik heb een probleem, want ik maak geen insuline meer aan. Ah oh, s***. Waarom is het een probleem dat je geen insuline aanmaakt? Oh boy, you're in for a ride. Insuline is een hormoon dat ook wel als sleutel wordt omschreven omdat het glucose op de juiste plek in je lichaam brengt zodat het energie levert aan je lichaam. Maar zonder insuline blijft die glucose in je bloedbaan en krijg je een hyper, een bloedsuiker boven de 10. Oftewel een te hoge bloedsuiker. Dit kan erg vervelend voelen. Persoonlijk voel ik me tijdens een hyper duizelig, dorstig, lusteloos en de ergste van alles hongerig. Super onhandig. Een te hoge bloedsuiker kan ontstaan door te weinig insulinespuiten, kortdurende stress en hormonen, krachtsport of een verlaagde insulinegevoeligheid. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Hypers kunnen erg gevaarlijk zijn. Op korte termijn kan het keto veroorzaken. Dit is een verzuring van het bloed, wat in ernstige gevallen een coma tot gevolg kan hebben. Hoge waarden zijn vooral op lange termijn gevaarlijk omdat ze voor complicaties zorgen. Dit wil ik graag voorkomen door mijn bloedsuiker stabiel te houden. Stabiel? Wat kan er dan nog meer gebeuren? Nou, je bloedsuiker kan ook te laag zijn. Om hoge bloedsuikerwaarden te voorkomen of omlaag te krijgen, moet iemand met diabetes type 1 zelf insuline toedienen. Dit kan middels injectie met een insulinepen of een insulinepomp. Wanneer ik te veel insuline spuit ten opzichte van de glucose die vrijkomt in mijn bloed, wordt mijn bloedsuiker te laag. Dit noem je een hypo, een bloedsuiker onder de 3,5. Dingen zoals duursport en warm weer verhogen de insulinegevoeligheid. Hierdoor beland je dus sneller in een hypo. Signalen van lage waarden zijn zweten, trillen. Mood swings en duizeligheid. Hypo's kunnen erg gevaarlijk zijn. Als een hypo te lang duurt, kan dit leiden tot bewusteloosheid of een coma. Daarom moet je regelmatig je bloedglucose controleren, middels een vingerprik of een glucosesensor. Waar moet je op letten als je je bloedsuiker controleert? Het is belangrijk dat je binnen de streefwaardes blijft. Er is een verschil tussen normaalwaarden van iemand zonder diabetes en streefwaarden voor iemand met diabetes. De nuchtere bloedglucose van een gezonde volwassene ligt tussen de 3,5 en de 6,0 millimol. Die van gezonde kinderen ligt tussen de 3,0 en de 6,5 millimol. Voor mensen met diabetes is het streven om de bloedglucose tussen de 4 en de 10 millimol te houden. Zelf hou je dagelijkse bloedsuiker in de gaten. Je dokter kijkt eens in de drie of zes maanden mee. Dit doen ze middels het HbA1c, de gemiddelde bloedsuikerwaarde van de afgelopen drie maanden. Normaalwaardes liggen hierbij tussen de 20 en de 42 millimol. Uh, voor diabetespatiënten wordt gestreefd naar een maximum van 53 millimol voor volwassenen en 58 millimol voor kinderen. Dit is waar we naar streven, maar het blijkt heel moeilijk te realiseren. Deze streefwaardes worden gemiddeld door 2 à 3 op de 10 mensen gehaald. Hoe komt dit en wat kunnen we eraan doen? Hier zal ik in volgende video's verder op ingaan.